Ik werk dit jaar 25 op neurochirurgie en ik ben opgegroeid met het idee dat als mensen kanker hebben en het zaait uit naar de hersenen, dan is dat eigenlijk een soort van doodvonnis. Dan ben je binnen een half jaar overleden. En sinds dit apparaat zijn de mensen die we nog steeds behandelen 2 jaar na dato. Daar heb ik zoveel geluk mee gehad. Ik denk dat ik dit nog zo kan doen, niet door mijn hoeven ben gezakt, geen uitval heb gehad, is te danken aan het Gamma Knife. In het voorjaar van 2021 wordt een mega groot en miljoenen kostend apparaat ziekenhuis Isala in Zwolle ingetakeld. Het is de Gamma Knife, een uniek bestralingsapparaat waarmee hersenaandoeningen te lijf worden gegaan met een uiterst precieze bestraling. Het is het derde apparaat in Nederland en in Zwolle zijn ze er blij mee. En dan kun je heel precies met die bestralingsbronnetjes een tumor bestralen in het hoofd. Je opereert eigenlijk met straling. We kunnen die straling zo nauwkeurig toedienen, ja, dat het eigenlijk net zo nauwkeurig is als opereren met een mes. Inmiddels zijn we ruim 2 jaar verder. Zo'n 450 patiënten zijn in het Isala in Zwolle inmiddels behandeld met de Gamma Knife. Eén van hen is Marijke Kling. Ze woont zelf in Zwolle. Wanneer merkte je nou dat je ziek bent? Ik heb het eigenlijk gewoon niet gemerkt. Ik merkte in de krokusvakantie, nadat ik gezegd had dat ik echt eerder zou stoppen, dat ik minder lucht had, minder conditie had, dat ik eigenlijk gewoon minder goed gewoon een berg op kon komen. Hè. Dat dit klopt niet. En ik had een hoesje wat echt vervelend was. Dus ik dacht, nou, misschien heb ik een longontsteking of is er toch nog iets met mijn long, weet je, dat er ergens nog een ontsteking zit of wat anders. Misschien moet ik nog iets meer een buffje hebben. Dus naar de huisarts gegaan, verwijzing naar de longarts. En toen was eigenlijk dezelfde middag, was het wel duidelijk dat het niet goed was. Want jij was een van de eerste die behandeld is met de Gamma Knife. Daar heb ik zoveel geluk mee gehad. Ik denk dat ik dit nog zo kan doen, hè, dat ik gewoon mijn roer nog in mijn handen kan houden. En de afgelopen 2 jaar mijn hersens gewoon bij elkaar heb kunnen houden en niet door mijn hoeven ben gezakt, geen uitval heb gehad, is te danken aan het Gamma Knife. Het biedt patiënten een optimale behandeling. En als je gaat kijken naar patiënten met hersenuitzaaiingen die we voorheen een hele hoofdbestraling moesten aandoen, die we nu een gerichte behandeling kunnen aanbieden, dat is een enorme winst. En die winst die zie je terug in behoud van kwaliteit van leven, in behoud van haar en behoud van cognitie, concentratie. En dat is een enorme winst voor patiënten. En ik denk dat we daar een enorme slag hebben geslagen. Het grote voordeel van dit apparaat is dat de patiënt behandeld wordt in een dagbehandeling. Je komt 's morgens en je gaat bestraald weer naar huis. En dat wil zeggen dat de frameplaatsing of een masker, de MRI-scan en daarna de bestraling vindt achter elkaar plaats. En dat is in tegenstelling tot radiotherapie op een gewoon bestralingstoestel een enorme vooruitgang. Marijke bleek niet alleen longkanker te hebben, maar ook uitzaaiingen naar de hersenen. Ze werd bestraald met de Gamma Knife, waarbij de patiënt heel stil moet liggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een stalen frame of een masker. Marijke vertelt hoe die behandeling gaat. Dit is een hele prettige ruimte. Ja, het klinkt raar hoor, want het is natuurlijk best gewoon een indrukwekkende machine wat er is. Maar hij is rustig, hij is opgeruimd en hij zorgt ervoor van dat er iets in mijn hoofd gebeurt van wat mij weer verder helpt om de volgende dag te maken. En dus in die zin is het voor mij een hele prettige ruimte. Dan start de behandeling, dus dan word ik gewoon als het ware dat machine ingeschoven en ik lig helemaal doodstil en ik roteer. Dat doen ze in de behandelkamer, zodat alle tumoren één voor één eigenlijk gewoon benuifd worden of gamma-knifed worden, of hoe je het dan ook moet noemen. Wat ik merk is af en toe van dat je wat door je hoofd voelt gaan, een soort van beweging. Maar dat is eigenlijk ook het enige en voor de rest niets. Dus het is gewoon stil.
Ze zetten de muziek op van die je gewoon graag zelf wilt. Voor de rest is het rustig. Als je mij vraagt, Marijke, doe je het Gamma Knife of doe je gewone bestraling? Dan zeg ik, nou, doe me dit maar. Dus in die zin hoop ik gewoon eigenlijk ook dat de techniek die hierin is, die ook op verschillende manieren ook steeds meer gebruikt wordt, dat die ook een grotere vlucht gaat nemen. Dat het ook op andere gebieden van je lichaam kan zijn. Want het is echt schoner, gewoon echt schoner. Ik werk dit jaar 25 op neurochirurgie en ik ben opgegroeid met het idee dat als mensen kanker hebben en het zaait uit naar de hersenen, dan is dat eigenlijk een soort van doodvonnis. Dan ben je binnen een half jaar overleden. En sinds dit apparaat zijn de mensen die we nog steeds behandelen 2 jaar na dato. Dus dit is echt een survivor voor patiënten. Hè. Mensen gaan niet meer dood aan hersenmetastase. Dat is iets ongelooflijks voor mij als iemand die op neurochirurgie is opgegroeid als het ware. Toch merkt Marijke dat de kanker ook elders in haar lichaam voortwoekert. Ze krijgt steeds meer last van uitzaaiingen en merkt dat het einde in zicht komt. Echt, de dijk is lek. Die combinatie. Dan kom je in een andere fase en ik merk het ook. Ik heb echt zoveel minder energie. Zo. Ik had mijn actieradius minder. En nu? Hoe ver kijk jij vooruit? Dat is een paar weken nog. Een maand. Ja. 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 Een paar in een maand. Dat is echt afronden. Hoe kun je dat bevatten? Dat lijkt mij, hè? Ja, weet je. Dat is raar, hè? Als ik jou zo hier zie, Jij voelt het. Het is gewoon op. Het is gewoon, weet je, ik voel gewoon de kanker zo hard toeslaan. Er is geen houden meer aan. Er is echt geen houden meer aan. Nee. 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 Nee, er is echt geen houden aan. En ik wil niet als een dood vogeltje in mijn bed eindigen. Past niet bij jou. Nee, en dat gaat heel, heel, heel snel. Het gaat veel sneller dan dat je gewoon je realiseert. En dat wil ik niet. Is jou dat ook verteld? Of? Ja, en ik heb het gezien. Ja. En niemand kan zeggen van hoe lang iets duurt. Weet je, dat weet je niet. Maar het kan heel snel gaan. En heel vaak sterf je ook niet meteen aan de kanker, maar aan iets wat erbij komt. Ben je daar dan nu niet bang voor dat je denkt, dat kan gebeuren. Maar oké, dan is dat het. Weet je, ik kan niet ook het afwachten. Weet je? Ik blijf wel leven. Ja. Ik blijf echt leven. Er zit niks tussenin. Nee. Het is topsport, hè? Want je wil eigenlijk optimaal leven en je wil je optimaal voorbereiden. Weet je, dat is wat het is. Maar ik doe het optimaal nog niet. Ik denk dat ik daarmee het meest recht doe aan mezelf. En het meest recht doe aan degene die ik allemaal achterlaat. Dat denk ik. En daar vind je rust? Dan is het rust en dan is het goed. En liever nog veel, veel jaren lang. Echt waar. Maar dat zit er niet in.